Ja, en nu? Ja, dat is de grote vraag, vrienden. Wat nu met de politiek? Ja, welke kant moet het nou op? Wie moet nou... Oh, God. Je moet die Rutte eens in de gaten houden. Ja, de Mark. Let goed op de Mark. Want je zag het nu ook weer met uit zo'n gesprekje dan met de Caroline. En dan... Ja, en dan de Caroline die komt dan met hele grote verhalen van nou, dat wordt moeilijk en ik denk wel dat er een kabinetscrisis komt en ja natuurlijk, dat hoopt ze natuurlijk. En de Mark die zegt dan gewoon helemaal niks. Goed opletten op die Mark. Zegt niks. Ja, leuk gesprekje geweest en klaar en weg. Gewoon, gaat op geen enkele vraag in. De Mark, die laveert weer ouderwets overal tussendoor. Het enige wat hij gezegd heeft over die enorme overwinning van de Caroline, hij heeft alleen maar gezegd, ja, de uitslag van de verkiezingen, dat moeten we misschien toch wel een beetje terug kunnen zien in het beleid van het kabinet. Oh, nou, en dat was het dan ook. En verder is het alleen maar mondje dicht en laat hij die andere twee... Want daar gaat het nu dus over. Hè? Over aan de ene kant de kakelende D66 en die Wopke CDA. Die, ja. Want kijk, daar heeft dus gewoon een heel stadion, want dat is dus de BBB, met witte zakdoekjes zitten zwaaien. Ja, en de voetbalclub, die moet daar naar luisteren, naar al die zakdoekjes. Ja, dus dat moet de politiek ook doen. Ja, want... Uiteindelijk komen er anders gewoon nog veel meer witte zakdoekjes. Ja, bij de volgende verkiezingen, let op. En daarom, ja, zij willen natuurlijk geen crisis. Nee, D66 en CDA niet en niemand niet. Want die beseffen ook wel dat we over een paar maanden weer gaan kiezen. Dat die BBB, dat wordt een enorm monster, zo groot. Ja, dus dat snappen ze wel. Dus die denken, ja, laten we proberen het toch nog een beetje door te fietsen zo. Maar ja, dat kan bijna niet, want die Wopke, die moet iets doen aan die stikstof. En die kakelende, die mag van haar achterban niks doen aan die stikstof. Dus ja, die gaan recht op elkaar. Ja, die bal ligt in het midden. Ja, en wie van die twee trekt zijn benen in? Daar gaat het om. Wie trekt zijn pootje terug en laat die ander de bal? Of gaan we gewoon recht op elkaar in en we geven niet af? En boem! Ja, en dan? Wie breekt er dan zijn been? Wie gaat... Zegt Wopke dan uiteindelijk, de mazzel, ik heb hier geen zin meer in. Of als de Wopke maar blijft douwen, dat de kakelende zegt, oké, we stoppen ermee. Ja, wat dan? En in die tussentijd, vrienden, terwijl die dus aan het knokken zijn, let, dan is goed op de markt.